Kijk, hij is er weer ergens. Oh my god. Oh, pagina. Even pakken snel. Ah! Ah! Oh my god. Oh my fucking god. Oh my god. Hey allemaal! Hey. Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik bij Ted's Filmsteen! Vandaag ga ik iets heel geks doen eigenlijk, want ik ga gamen. We hebben net de 8 pagina's in Slenderly Arrival gewoon in één keer gewoon gepakt. Dat is echt, ik snap echt niet. Ongelooflijk. We hebben echt gegild. Maar het is blijkbaar nog een soort tweede level of zo. Het begin staat op speelkasteel. Dus dit is zeg maar het volg daarop. Deeltje 2. Dus wil je dat zien, moet je even in de beschrijving kijken. Go! Hij sprint als Usain Bolt. Wat een sprinter, jongens. Dit is mijn hutje op de hei. Ja, dan ga je altijd helemaal alleen maar zijn, toch? Ja, precies. Het houdt niet op. Hallo, jongens. Niet vanzelf. Hallo, kan ik hier niet? Nee, die deur kan je openmaken. Dan wordt hij... Domme! Mijn hart zit nog steeds in de keel van de vorige keer. Oeh. Daar is ook iets. Heel groot gebouw. Dus hier moeten we gewoon wel weer pagina's zoeken. Is het een kasteel? Oeh. Het speelkasteel! Dat! Wow. Wat? Schrikkelijk. Kijk eens achter je. Nee. Ik wil niet meer kijken. Hé? Nee, hè? Ga nou maar eens naar binnen. Oh my god! Wat is dit dan? Wat staat er iets boven? Doe je flashlight staan met F. F? Dan kan ik niet zeker zo graag. Oh ja, wel kan dat. Doe je daar boven schijnen? Dat bord? Wat staat erop? Slenderman. Stond dat erop? Nee. Oh, maar het zijn veel te donker. Ik wil niet meer. Ja, ga naar binnen. Ja, kom op naar binnen. Is mijn hart er klaar voor? Ik weet het niet, jongens. Oh my... Ik hoorde ook iets. Ga naar binnen! Ik durf niet. Je weet het, als Slender in de buurt is gewoon keihard wegrennen. Shift inhouden en sprinten als een gek. Dat is een malle. Betonnen ux heb ik weer aan, jongens. Is ook weer, moet je ook weer pagina's vinden of zo? Geen idee. Hey, een bordje. Misschien kan je die pakken. Ja. Moet die blijven naar rechts, jongens. Ik wil eigenlijk niet, maar... Yeah. Oh my god. Oh, wat is dat? God. Wat is dat rode? Wat is dat? Achterkant van een auto of zo. Of niet? Ga erheen! Oh, wat get staat er? Get to the tower. Oh my god. Oh my god, wat een graf level dit. Loop. Oh my god, je maakt het zo spannend voor jezelf. Je blijft ook staan de hele tijd. Ik wil niet meer. Ga naar boven. Ja, ik ga ook naar boven. Nee? Ja, wat is dit? Oh my god, we moeten die dingen dus aanzetten. Oh, er ging een deur open. We moeten nu zes van die dingen aanzetten. Oké, dus het is eigenlijk gewoon echt level 2. Oh my god, vet man. Ik kan het echt niet aan hoor, dit. Ik heb nu echt, ik heb nu echt mijn hart al in mijn keel zitten, weet je dat? Ik ben niet gemaakt voor zulke spellen. Hé, hey, nee, oh, wat zit erachter? No. Yes, girl. No. Is dat? Weet ik niet. Wat zijn al die scheidgenerators? Tot nu toe hebben we Slender nog niet gezien. Hoppakee, 2 van de 6. Het gaat goed. Kostenboy, je bent goed bezig. Oh, nu wat een geluid. Ren een kant op. Ik weet niet waarheen, maar ren. Niet stil blijven staan, want hij weet niet waar je bent natuurlijk. Waar je een generator hebt aangeklikt, weet je waarschijnlijk god, waar dat is. Oh my god! Ik wil niet meer. Mijn armen zijn ook helemaal overstijfd aan de knoppen hier zo. Ik sta echt op het punt om te gaan gillen en te gaan... Huilen? Wat is het voor geluid, wat een graf level dit. Hier is niks. Hier is helemaal geen niks. Alleen Slender staat hier rechts onder de hoek. Moet letten 1. Oh, fuck! Hoe weet je dat? Oh my god! Tering. Zal ik je eerlijk zeggen dat ik het nu nog enger vind gewoon? Tering. Want ik ben nu ook... Ik kan nu niks doen. Ik kan niet ingrijpen. Net wist ik nog als ik wegging rennen, want oh, nu komt het goed. Maar nu... Oh my god. Nu moet ik gewoon toekijken en de pijn voelen. Oh my god, die Slender. Maar je zei het ook, hè? Hij zat die rest om het hoekje en ineens, bam, stond hij daar. Oh my god, ren. Ik weet niet. Oh, daar stond hij om het hoekje. Oh my god. Godverdomme, wat een lul ook, hè, die man. Maakt die man kapot. Ik vind het veel leuker in het bos dan dit. Ik hou ervan. Ik krijg hier een beetje een soort claustrofobie van, weet je dat? Ja, dat ook een beetje, ja. Get to the tower. Get to the tower. Ja, wat is dat rode lampje daar? Kijk daar eens in. Daar is een plek wat het is. Misschien moet ik hierop. Nee, misschien kan je daar hier kijken. Dan moet ik erboven misschien. Of zo. Elevators and power. Oh, what the fuck is dat? Ren als een gek, wat is dat? Oh my god! Wat is dat? Oh my god, ik schrok met de creatures, wat was dat? Ik krijg helemaal de... Oh, ik heb echt kippenvel. Holy shit, ik schrok echt zo erg. Oh my god, ik
Ik heb echt kippen. Kijk eens achter je. Oh, yes. Oh my god! Oh my god! Wat is dit? Dan heb ik Slender en dan moet ik ook nog... Wil die ons vermoorden? Dat is nu Slender niet, hè? Oh my god. Ja, blijf rennen, Erik. Ja, ik kan niet meer rennen. Oh my god. Hij is heel dichtbij, hè? Oh my god. Wie is dat? Wat was dat voor beest? Wat was dat voor iets? Oh, leef je nog? Ik ben park. Hij heeft even geknuffeld. Wat was dat voor Gothica? Gothica? Zeg je dat zo? Dat was de Grudge. Een beetje de Grudge. Zeg je vrouwelijke Gothic is dan een Gothica? Kan ik even blijven staan? Oh, daar is ren er rond. Waar? Naar boven. Ren, die kant op. Ik kan niet meer rennen. Ja, ren dan toch, geloof gewoon. Oh my god, man, het zit in mijn... Ik heb echt gevoel dat alleen maar één stuk... Ja, maar unpowered, maar... Ja, maar we moeten misschien als we al die generatoren aan hebben gezet, dat dan de lift aangaat ofzo. Oh, ja, okay. We hebben er pas 2 van de 6 op deze keer. Oh! Oh my god! Wat is er? Wat is Slender, godverdomme. Zijn we gepakt? Nou, ik kan het echt niet meer aan. Ik wil ook niet meer verder spelen eigenlijk. Dit was echt gewoon, ik vind het nog veel enger dan gewoon in normale Slender in het bos. En Slender en een of andere Grudge figuur wat achter je aan. Ja, maar ik weet ook niet wat dat was. En die ging je ook zo knuffelen zo. Ja. Maar anyways, ik hoop dat jullie heel erg genoten hebben van dit. Laat even weten of ik het nog een keer moet doen, want dan ga ik nog een keer met het speelkasteel opnemen. Geef even een dikke duim omhoog en kijk even in de beschrijving voor het speelkasteel. Daar staat dus deel 1 van dit avontuur. En dan zou ik zeggen, super bedankt voor het kijken en tot in de volgende video. Ja. Ja, we gaan even afkoelen. Afkoelen, ja. Doei. Ja.